ben Guy Adriaansen van de firma Bestratingswerken Adriaansen uit Vlumeren. En wij doen vooral klinkerwerken, alle bestratingswerken, klinkers, kasseien, dals, mozaïek. Zoals u ziet zijn wij hier een grote werf aan het leggen, een parking, waterpasserende stenen. En daar hebben we uiteraard een robot voor nodig. Ik denk dat ik mag zeggen dat de eerste rolmops uit de productie door ons gekocht is en nog geleverd is. En ja, vanaf toen is dat beginnen lopen, laat ik een trein, zou ik maar zeggen. Hè. Ik denk dat wij de afgelopen 30, 40 jaar in totaal al 25 rolmopsen hebben gekocht. En we hebben nog verschillende knikmopsen voor het zand te nivelleren en grasdallen te leggen en zo. En borstelwerken, opruimingswerken en rolmopsen voor de stenen aan te rijden. Hè. De rolmops, dat is een machientje, dat hebben ze in een tijd de gebroeders Geens uitgevonden om dus de stenen aan te rijden. Vroeger, in mijn beginperiode, was het al met de kruiwagen. Hè. Dus dan was het zo dat er dus met twee man of met drie man stenen in de kruiwagen lagen, de stenen bijreden. En nu doet één machine het werk voor drie mannen. In onze branche is er geen enkel machine buiten een rolmops dat dat werk kan doen of kan evenaren. Er zijn wel andere machientjes nog, maar dat is niet half zo vlug. En toch zeker, zoals u kan zien op deze werf, hè, staan de stenen heel ver, 30, 40, 50 meter ver, waar ze moeten geplaatst worden. Ja, als je dat met een kruiwagen moet doen en je begint 's morgens, dan denk ik dat je redelijk rap moe bent, hè, met een kruiwagen. En de rolmops wordt niet moe. Het voordeel van de rolmops ook, als ze de stenen aanrijden, dat wil zeggen, dus de stenen worden mooi in een stapeltje neergezet en je kunt ze altijd vlug pakken. Tegenover dat ze die afkappen met een kruiwagen, ja, dan liggen ze kriskras door elkaar. De ene al ondersteboven en zo, dat is altijd moeilijker om te pakken. Ook nog een voordeel is, dus dat je met rolmops, dat werk af is, ze rijden met een rolmops over, dan wordt er zand over gegooid en dan wordt er een borstel aan de rolmops gehangen. 2 minuten werk en je kunt alles mooi invegen. Ook weer, als je dat met de hand moet doen, dan ben je daar uren aan bezig. En nu is dat vlug gedaan. Hè. Ik denk hier in België dat er al geen ene stratenmaker nog een rolmops moet uitgelegd worden. Iedereen die 2 minuten het machine gezien heeft, is er wel denk heilig van overtuigd dat het gewoon onmisbaar is op de markt. Stenen leggen op de dag van vandaag met een kruiwagen, ja, dat is verleden tijd. Dat kost gewoon veel te veel geld. Ja, een rolmops is gewoon ondenkbaar op de stratenwereld.